Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt wederom een tegenslag sinds de aankomst van de geallieerden in Normandië. Gisteravond op 19 september 1944 werd Eindhoven om 7:15 opgeschrikt door een bombardement van de Duitse Luftwaffe. De stemming is volledig omgeslagen. Het contrast met de feestvreugde van de bevrijding gisteren, zelfs nog van vanochtend, kan niet groter zijn. Een groot deel van Eindhoven ligt in puin. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen valt nog niet te zeggen. Het zijn er tientallen, misschien wel honderden. Het begon allemaal in de middag. Eerst met geruchten dat de Duitsers vanuit Nuenen en Helmond weer oprukten. En daarna kwamen de vliegtuigen met bommen. Niet die van de geallieerden, maar die van de Duitsers. Ze bombardeerden de doorgangswegen die dwars door de stad lopen. De eerste vluchtelingen uit de binnenstad, beladen met koffers en beddengoed, zoeken een goed heenkomen. Nederlanders, help uw medemens en houd moed. Toen ik de zware ontploffingen hoorde, ben ik in paniek op de fiets gestapt. In volle vaart reed ik de Bosdijk af, de stad uit, richting 8. Mijn man liet ik achter in Eindhoven. Waarschijnlijk als een van de zoveel slachtoffers. Of in ieder geval niet wetende waar hij is. Ik fietste tot ik niet meer kon. Voorbij Vught ben ik bij een boerderij ongezien de hooizolder opgeklommen om te overnachten. De volgende dag vervolgde ik mijn reis richting Amsterdam, mijn geboorteplaats. De enige stad waar ik nog mensen ken en waar ik misschien een veilige plek zou kunnen vinden. De hoofdstad is nog bezet, maar het zal vast snel bevrijd worden. Eenmaal aangekomen in Amsterdam, kon ik terecht bij oude kennissen van mijn ouders. Maar hoe graag ze me ook wilden helpen, het was voor mij als Joodse vrouw niet veilig om daar te blijven, zeiden ze. Zij brachten me in contact met Jet, die al snel een onderduikadres voor me wist te regelen, op de zolder van een boekhandel op de Leliegracht. Ik herinner me hoe moeilijk mama het vond dat papa zo veranderd was door de vorige oorlog. En hoe ze hem niet meer herkende. Hoe hij dronk, met deuren sloeg en tegen ons schreeuwde. Ik herinner me de verhalen over loopgraven waarin het bloed als een rivier stroomde. De Duitsers waren meedogenloos. Toen was ik te jong om alles echt te kunnen begrijpen, maar deze keer moet er toch iets zijn wat ik kan doen. Een vrouw kan tegenwoordig ook de oorlog ingaan. Heb je wel eens gehoord van Gabrielle Petit? Zij was een spion voor de geallieerden tijdens die vorige oorlog. Maandenlang wist zij belangrijke informatie door te spelen over de vijand. Mijn heldin. Een vrouw die geëxecuteerd werd door de vijand. Een vrouw die een verschil maakte. Ik kan een verschil maken. Ik kan ambulancebestuurster worden. Ik kan vijanden verleiden met mijn charme, die mij vervolgens vertellen over geheime locaties of plannen. Iets om ervoor te zorgen dat die meedogenloosheid stopt. Een echt plan kun je het niet noemen, maar het is beter dan niets. Het voelt gek om te zeggen en ik weet niet waarom. Maar de eerste 3 jaar heb ik eigenlijk niet zoveel gemerkt van de oorlog. Natuurlijk zag ik de Duitse soldaten op straat, de krantenkoppen over bombardementen en kon ik na 8:00 s'avonds niet meer naar buiten. Maar na omstandigheden had ik het best goed. Ik kon mijn baan als secretaresse behouden en dat gaf mij zekerheid. Alleen is de stemming sinds de geallieerden steeds meer deze kant op komen volledig omgeslagen. De Duitsers zijn onvoorspelbaar geworden. Vorige week werden er in de straat 6 onschuldige Nederlanders op een rij gezet en doodgeschoten. Mijn buren, elk van hen geen kwaadwillende mensen, en 2 toevallige voorbijgangers. Gewoon, omdat ze op het verkeerde moment daar liepen. Het bleek een vergelding te zijn. De dag van tevoren was er een Duitse soldaat neergeschoten door iemand van de ondergrondse. Ik heb mijn koffer gepakt en kunnen afspreken met Jet bij Amsterdam Centraal. Zij kan mij een veilig onderkomen geven. Ik zou willen dat ik het gevoel van veiligheid ergens in kon stoppen, om het er later weer uit te kunnen halen, als ik eenzaam en bang zou zijn. Oifen Pripitschik brennt a feier, uni stubis heis, und der Rebellen kleine Kinderlach, deim alle weis. Der Rebellen kleine
zet je knellig, gedenk je dat er was hier leren. Zocht je nog amor, dag er nog amor. Kom het alle vol, het alle vol. Zocht je nog amor, dag er nog amor. Kom het alle. Amsterdam, september 1944. De geallieerden trekken steeds meer naar het noorden. Maar het westen van Nederland is nog steeds niet bevrijd. De Duitsers voelen zich meer bedreigd dan ooit. Hoewel de hoop dat Nederland snel bevrijd zal worden groeit, is de bezetter onvoorspelbaar geworden. Bovendien nadert er een onvoorziene hongerwinter ten gevolge van de spoorwegstaking, die bedoeld was om de Duitsers onder druk te zetten. In de voorstelling maak je kennis met drie vrouwen. Hanna, Edith en Jet. De Joodse Hanna zit ondergedoken op de zolder van een boekhandel op de Leliegracht. Zij krijgt gezelschap van Edith, die zich ook gedwongen ziet om onder te duiken. Jet, een ambitieuze jonge vrouw die zich bij het verzet heeft aangesloten, ziet het als haar plicht om deze vrouwen te helpen. In minder dan 4 jaar tijd is de mooie stad ontdaan van haar essentie door het eindeloze gekletter van Duitse kaplaarzen op straat. En is haar aangezicht ontsierd door hakenkruizen die aan alle monumenten wapperen. Alleen de natuur lijkt zich niks aan te trekken van de bezetter. De kastanjebomen geuren en kleuren rood-bruin. De herfst kleurt wel de bomen, maar niet de mensen. Het is alsof de natuur de stad plaagt. De wereld die ik kende is verslonden door de moffen. Maar ergens moet ik zoeken naar hoop, bevrijding, een zucht van verlichting. Terwijl ik de harde wind trotseer met opgetrokken schouders en pieker dat het koud is, ben ik blij dat ik hier loop. Het is niet vanzelfsprekend om de frisse wind te voelen. De lucht mag van de Duitsers niet meer vrij worden gedeeld. Het maakt me kwaad, die Jodenhaat. Dus zal ik mij verzetten en vechten voor de vrijheid die er altijd is geweest. De bloesem moet weer ruiken en de bloemen. En er moet worden gefeest. Maar ik durf het niet te dromen. Niet te denken, niet te gissen. Want de vrijheid die we hadden, ga ik zo alleen maar missen. En ik kan alleen maar hopen dat het snel weer goed zal zijn. Want zoals het vroeger ging, is enkel een herinnering. Terwijl ik staar naar het plafond met peinzende gedachten, verlangend naar een nachtkus, ben ik blij dat ik hier lig. Ik zou wel willen dromen, maar de honger houdt me tegen. Het is nu in de oorlog. Even niet eerlijk verdeeld. Ik kan niet meer, niet weer een keer. Ik wil de oorlog winnen en niet meer hoeven schuilen of te huilen in de kou. Ik wil de zon zien schijnen en de lucht weer kunnen ruiken en 100 keer vertellen hoe intens ik van je hou. Maar ik durf het te dromen, niet te denken, niet te gissen, want de vrijheid die we hadden, ga ik zo alleen maar missen, en ik kan alleen maar hopen dat het snel weer goed zal zijn, want zoals het vroeger ging, is enkel een herinnering.
simpel was en eenvoudig voor de eindeloze strijd. Spraken mijn ouders over vroeger, over oorlog in hun tijd, over lichte donkere dagen die niemand meer vergeet. Daarom denk ik terug aan. Terwijl ik zacht en onopvallend mijn verdriet probeer te sussen en mijn tranen op mijn kussen, ben ik blij dat ik nog leef. Het was voorheen voor iedereen, maar nu is het onzeker. Het leven mag nu even niet met iedereen gedeeld. Het duurt zo lang, want ik verlang. Ik wil graag met je trouwen en niet meer hoeven wachten, al die nachten zo alleen. We zullen weer gaan dansen en we zullen weer genieten. De vrede zal ons goed doen, lief. We komen er doorheen. Jet is de frisse wind in de voorstelling. Een jonge en iets wat onwetende vrouw die zich vol goede moed en heldhaftigheid aansluit bij het verzet. Zij wil graag iets kunnen betekenen tijdens de oorlog en zet alles op alles om daadwerkelijk een held te kunnen zijn. Ze is misschien wat impulsief, maar het komt uit een goed hart. Hanna woont met haar man in Eindhoven en zat daar tijdens de oorlog ook ondergedoken. Na de bevrijding van Eindhoven op 18 september 1944 en het daaropvolgende bombardement van 19 september... is ze op de fiets gevlucht naar Amsterdam, haar geboortestad, om op zoek te gaan naar een nieuwe, veilige plek. Haar man is ze kwijtgeraakt in Eindhoven. Na de vrijheid voor één dag te hebben geproefd, zit ze opnieuw ondergedoken. Edith komt uit een comfortabel milieu en heeft tot nu toe eigenlijk weinig last gehad van de oorlog. Al voor de oorlog woonde ze samen met haar verloofde, een Duitse man. Hij heeft haar beloofd dat ze gaan trouwen zodra de oorlog voorbij is. Wanneer de geallieerden steeds meer terrein lijken te winnen en de Duitsers zenuwachtig worden, besluit ze apart van haar man onder te duiken voor de veiligheid. Stel je voor, je moet je noodgedwongen verstoppen om wie je bent of omdat je een andere politieke overtuiging hebt. Waar ga je naartoe? Wat neem je mee en hoe lang zal het duren? Zo is het uitzichtloze gevoel een belangrijk thema binnen de voorstelling. Terwijl je alert bent op het minste geringste geluid. Met haar gedachten bij de mensen lijkt de zwaluw graag te wensen dat ze snel mag overvliegen en een veertje te verliezen. Denkend aan het koude jaargetijde gaat men wollen dekens breien om een kroost in toe te stoppen als men boontjes moet gaan doppen. Wat zou dat kunnen betekenen? Dat het einde nog niet in zicht is. Ze stoppen niet totdat ze alle Joden hebben. Er is een razzia op komst in de stad. En de Duitsers gaan heel veel huizen doorzoeken. Maar zijn wij veilig? Jullie moeten beloven om het nieuws vannacht en morgen rustig af te wachten. Maar Jet, kunnen we dan... Doe nou maar gewoon wat ik zeg. Nederland scheurt en de huizen verzakken. Iedereen breekt door de ijzige kou. Tijd blijft verstrijken en mensen verzwakken. Morgen die weet door het zicht grijs en grauw. Nederland wil, maar iets doen kan ze niet, omdat ze geen toekomst meer ziet. Nederland wil, maar de kans wordt ontnomen. Iedereen is alle wanhoop nabij. Nachtmerries hopen om ooit te gaan dromen. Morgen is wankel en gisteren voorbij. Nederland vreest en ze voelt zich benauwd, omdat ze het niet langer houdt. Want ze is aan het lijden. Iedereen snakt naar een klein beetje lucht. Winter veroorzaakt het einde der tijden.
bedenkt ze nog niet. Met de overvliegende bommenwerpers en het gebulder van tanks door de straten is de angst constant voelbaar. Je weet niet wat er buiten gebeurt. En je moet vertrouwen op wat een ander je vertelt. Je hoort en je voelt dat de wereld om je heen verandert. Maar je hebt niets anders dan je herinnering aan de stad zoals die was. Wat had jij gedaan? Is er altijd een keus? Of is er simpelweg geen beter alternatief? Hanna had weinig opties en moest onderduiken. Maar Edith kiest er zelf voor. Voor Jet was de keuze om voor de ondergronds te werken niet meer dan logisch. Maar ondanks dat ze zich bewust is van de gevaren die het met zich meebrengt, is de dreiging en daarmee de verantwoordelijkheid groter dan ze had voorzien. Hoe doen anderen dit? Kan iemand mij uitleggen hoe je slecht nieuws brengt? Hoe vertel je iemand dat haar enige hoop meedogenloos is verpulverd door de Duitsers? Is er een manier? Ik kan de woorden nog niet vinden. Hoe vertel ik haar zoiets? Maar ik moet het met je delen, ook al zeg ik liever niets. Ik zou het liefste willen vluchten, even mezelf niet willen zijn. Dat mijn moeder zegt wel trusten, het komt wel goed, blijf maar bij mij. Mag ik even zonder continue stress? Want het maakt me zelden zeker van wat ik doe bij nummer 6. Ik wil helpen verder brengen zonder pijn. Maar het lijkt me niet te lukken, ik had beter willen zijn. Het lijkt gevaarlijker te worden, mijn heldenmoed ben ik al kwijt. Ik ben veel angstiger geworden, ook al was ik voorbereid. Zou er iemand kunnen helpen, want ik kan het niet alleen. Maar ik durf geen hulp te vragen aan de mensen om me heen. Laat me even rustig zonder alle strijd. Dan kan ik me concentreren, gun me ietsje meer de tijd. Ik zal redden, veilig stellen, want we komen er doorheen. En ik laat me inspireren door de mensen om me heen. Ik zal redden, veilig stellen, tot ons land weer is bevrijd. Ook al moet ik daarvoor sterven. Maar daarvoor heb ik nu geen tijd. Het stilzitten wordt Hanna en Edith te veel en ze dringen aan om Jet te helpen. Jet heeft al een idee hoe, want haar verzet verwerkt veel brieven die van naam en adres moeten worden voorzien. Edith ziet zo de kans om ongemerkt contact te zoeken met haar verloofde. Ze schrijft een brief, stopt die tussen het gros en hoopt dat deze ongezien zal worden verstuurd. Zegt Kerkstraat 82 je iets? Hoe bedoel je? Waarom probeer jij ongezien brieven te versturen? Wat? Blijkbaar vindt mevrouw het nodig om zonder overleggen contact te zoeken. Weet je niet hoe gevaarlijk dat is? Ik doe hier mijn best om jullie hier zo veilig mogelijk te houden. Maar dan moet ik er wel op kunnen vertrouwen sorry, dat het werkt. Dat sorry, ik dacht dat ik er niet achter zou komen? Hoe naïef ben je? Maar als... Je denkt toch niet dat deze brieven zomaar op de post gaan? Of dat er echte adressen op staan? Deze brieven worden zorgvuldig gesmokkeld door de ondergrondsen. De adressen corresponderen Jet. Met... Ik had gehoopt dat je wat meer respect zou hebben voor iemand die dag in dag uit haar leven voor je riskeert. De onzekerheid van de oorlog zorgt onderling voor wantrouwen en twijfels. Maar niet alleen de oprechtheid van Edith wordt in twijfel getrokken, ook de geloofwaardigheid van Jet komt in het geding. Ze komt vaak met omslachtige excuses aanzetten. Ze komt te laat of helemaal niet. En ze wil oorspronkelijk maar weinig vertellen over hoe het er buiten aan toe gaat of waar ze mee bezig is. Wat je moet doen, wat
wat je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn, wat je moet doen, wat je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn, wat je moet zijn, wat je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn, wat je moet doen, wat je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn, wat je moet zijn, wat je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn, wat je moet zijn. Het eerste slachtoffer in Mordenstein is de waarheid. Maar waar zijn we zonder? Waar moeten we beginnen als ze sneuvelt? Wat is dan de definitie van goed of fout? Je omgeving lijkt hetzelfde, maar een onderbuikgevoel zegt je steeds goed op te letten, straks verraadt iemand de boel. Het is de bakker of de slager, op het oog lijkt het normaal, maar zelfs degene naast je heeft een ander ideaal. Wat voor de een het juiste is, kan voor de ander slecht zijn. Het goede en het kwade liggen op een dunne lijn. Wat je moet doen, wat je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn, wat je moet doen, wat je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn, wat je moet zijn, wat je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn, wat je moet zijn, wat je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn. Volwassenen verklaren de oorlog, maar het is de jeugd die moet vechten en sterven. Wat je moet denken, wat je moet zijn. Om je heen lijkt niks veranderd, maar je weet het is niet waar. Want je vijand blijkt heel aardig en je vriend een groot gevaar. Ook al zeggen mensen anders, echt betrouwbaar zijn ze niet. Dus is altijd op je hoede als een vreemde hulp aanbiedt. Wat voor de een het juiste is, kan voor de ander slecht zijn. Het goede en het kwade liggen op een dunne lijn. Je wat moet denken, je moet kiezen, je moet zijn. Je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet kiezen, je moet zijn. Je moet kiezen, wat je moet denken, wat je moet zijn. Het doel van de oorlog is niet om te sterven voor het vaderland, maar om te zorgen dat de vijand voor de zijne sterft. Maar wie kun je nog vertrouwen? Nee, de tijd is er niet naar. Wat de mensen je vertellen, is beslist niet altijd waar. Is het je buurman of collega, of misschien de kruidenier? Je wordt voor je neus belazerd, op een gruwelijke manier. Wat voor de een het juiste is, kan voor slecht zijn. Het goede en het kwade liggen op een dunne lijn. Ik heb de vrijheid mogen proeven. Maar weer moet ik mezelf verbergen omdat een gestoorde populist in Duitsland bedacht dat mijn soort geen bestaansrecht heeft. Maar moet ik de oorlog dan maar uitzitten als een hulpeloos wezen? Je zit, je leest, je bidt, je vreest, je hoopt, maar het is om het even. Je kijkt, je staart, je lijkt bedaard, je smacht en je snakt naar wat zon. Je lacht, je huilt, je wacht, je schuilt, je smeekt en je droomt van je leven. De tijd die tikt, je strijdt, je stikt, je wil terug naar voor het begon. Je moet zijn, je moet denken, je moet kiezen, je moet zijn, je moet zijn, je moet denken, je moet kiezen, je moet zijn, je moet zijn, je moet denken, je moet kiezen, je moet zijn, ik zijn, Op straat lopen geïndoctrineerde gekken rond zonder enig gevoel of emotie. Die klakkeloos alles wat met Joden te maken heeft opblazen of kapot schieten. Tegen beter weten in worden treinen volgepropt met mensen die als vee worden afgevoerd naar God weet waarheen. Ze hebben niet alleen ons land kapot gemaakt, ze hebben onze toekomst verwoest. Als jij niet zelf de keuze maakt, dan kiest een ander vroeg of laat hetgene waar je zo voor waakt. En dat kan je fataal zijn. Je moet een keuze maken, ook al doe je mensen pijn. Het goede en het kwade liggen op een dunne lijn.
De Zolder van Leliegracht 6 was oorspronkelijk onze afstudeervoorstelling, maar er zat meer potentie in. We besloten om het stuk verder te ontwikkelen en we hebben de handen ineengeslagen met Ewout Heijbroek, een beginnend regisseur en theatermaker. Zo schreven we samen een hernieuwde versie en gaven het de titel De Zolder van Leliegracht 6. De voorstelling is gebaseerd op historische feiten en verhalen. Met deze inspiratie hebben we het script en de liedteksten zelf geschreven. De muziek is gecomponeerd door Hilmar Leuijens. Om onze voorstelling de theaters in te krijgen, hebben we ons aangesloten bij Mink Theaterproducties van Judith Mink, die het origineel heeft gezien en graag met ons samen wilde werken. We hadden al een aantal voorstellingen gepland staan, maar die moeten we helaas verplaatsen. Maar tot die tijd blijven we creëren, ontwikkelen en bijschaven, tot we theater in mogen. We hebben nog vele toekomstplannen, zoals een educatieve versie met een bijbehorend lespakket die we op middelbare scholen kunnen aanbieden. Om zo de jongeren van nu te kunnen inspireren en om de relevantie van het onderwerp over te brengen. Maar dat is later. Eerst spelen. Wil je nou op de hoogte blijven van speeldata en updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram of hou de website van Mink Theaterproducties in de gaten. Bedankt voor het kijken. Tot snel!